Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, hoofdsponsor van de Eredivisie. Wie gaat PSV stoppen? Ajax niet. Die staan 18e. Rafael Silva is bang voor degradatie. Maar gelukkig gaat het goed. Met Bas Dost. Goedenavond. Dit is Studio Voetbal. Ja, goedenavond. Vandaag is onze nieuwe studio. Ja, wat een applaus. Dit is ongelooflijk. Met hier aan tafel. Jan van Hooydonk, Arno Vermeulen, Rafa van der Vaart en Ibrahim Afellay. Ja, komt er gewoon nog een keer applaus. Ongelooflijk. Nog een keer kloppen? Nee, nu is het klaar, jongens. Nu is het klaar. Dankjewel. Arno, wanneer heb je voor het laatst zo'n applaus gehad? Ik dacht al met welke lullige vraag zou jij beginnen, maar die hebben we dan achter de rug. Heb ik de hele week over nagedacht. Maar wat was je vraag ook weer? Wanneer je voor het laatst zo'n mooi applaus hebt gehad? Jullie hebben wel met die podcast in het theater gestaan, toch? Zeker, ook in Utrecht. Dat was een groot succes, dus dat moeten we misschien vaker doen. Ja. Rafa, wat is je eerste indruk zo van de nieuwe studio? Ja, gezellig, leuk. Beetje nachtclub-idee een beetje, hè? Jij bent veel nachtclubs geweest. Ja, dat, precies, dat gaat goed. De meeste mensen die hier zitten zijn van Kampong onder 23, koploper. En kijk even een goaltje mee, want ze staan dus bovenaan. En Pierre, kijk even, dit is een goede kopbal, toch? Ja, ja. Van Mardi. Ja! Ja. Is Mardi er ook? Ja, Mardi zit hier achter, toch? Nou, een goede bal, toch? Geweldige kopbal. Als Ajax ben ik jaloers op deze goals. En ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Daar met dat publiek hebben wij niet. Jammer eigenlijk. Daar komen we zo met z'n allen naar boven, toch? Yes. Gaan we even naar de Joden, lijkt me een goed idee. Dankjewel de Joden, tot zo. Ja, we zijn er doorheen voor nu. Pierre bedankt, Arno bedankt, Rafael en Ibi. En jullie allemaal bedankt dat jullie er waren. Ja. Eerste reactie, Rafael, voor de gang. Wat vond je ervan? Ik vond het top. Ja. Ibi ook. Ja, was leuk. Ja. Heb jij nog iets aan toe te voegen, Arno? Nee, helemaal niks. Nou, dan zijn we de volgende week gewoon weer vanuit deze studio. En morgen een voetbalpodcast, Arno, hè? Zeker. En dan zometeen de Formule 1. Nog veel plezier daarbij. Dag, tot volgende week. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.